Dit is Jan Geerling. Nu hij gepensioneerd is, is het maken van stadswandelingen zijn grootste hobby. De Eindhovenaar maakt stadswandelingen en audiotours van verschillende steden in Nederland en in het buitenland. Maar natuurlijk mag Eindhoven niet in het rijtje ontbreken. De stadswandeling van Eindhoven is net als de andere wandelingen gratis te downloaden op zijn website. Sommige mensen die willen, als ze wat ouder worden, dan gaan ze in een bejaardentehuis helpen. Dat vond ik niet zoveel, maar ik wilde wel, laat ik zeggen, toch ook iets terugdoen voor de mooie jaren die ik gehad heb tijdens mijn werkzame leven. En dan combineer je het nuttige met het aangename. En ik ben hierop uitgekomen. Het is leuk en het is voor mensen nuttig dat ze toch ook op een leuke manier hun vrije tijd kunnen besteden en er nog wat van kunnen opsteken ook. De Eindhovense route loopt ook door het centrum van Eindhoven. De winkelstraat De Demer heeft volgens Jan Geerling architectonisch gezien een boeiend verhaal. De architecten die hadden allemaal de opdracht eigen gebouwen te ontwerpen. En niet al te veel modernistische fratsen uit te halen. En je ziet dat alle panden met heel veel liefde gemaakt zijn. En dat is het bijzondere van De Demer als wederopbouwensemble. 5 jaar na de bouw van De Demer ging men aan de slag met de Hermanus Boekstraat. De gemeenteraad van Eindhoven die vond toen De Demer afgebouwd was, vonden ze het toch wel erg traditioneel, een beetje oude meuk. En ze zeiden, we moeten mee als een moderne stad. We zijn een grote, groeiende stad. En het moet als de lijnbaan in Rotterdam worden. Dus ze hebben een architect uitgezocht uit Rotterdam. En die heeft zeg maar het ontwerp voor de Hermanus Boekstraat gemaakt. De stadswandeling van Jan Geerlings is nog niet bij de VVV Eindhoven te krijgen. Ze mogen mijn producten gratis gebruiken en verspreiden. Dus het lijkt me alleen maar dat hun aanbod daardoor groeit. Of de VVV de stadswandeling in het assortiment opneemt, blijft dus nog even de vraag. Tot die tijd kan iedereen de stadswandeling gratis downloaden van de website van Microtoerisme Inzicht.